You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's a naughty or nice. Santa Claus is coming to town. De blokjes poeten stiet nog heel even in de stijgers. Er is een soort publiek aankomen op een live radio-insturing van Gerard Ekdom's Winterbarbecue. Elk is op zijn eigen manier drokdwaande in de jedere feestnis van Ljouwert. In deze aflevering van Straffe Zaken gaan we even waarom in de tijd. De iemand die het ek heel goed omging koe met een bijzonder lasapparaat. AGM, wie in de jaren 70 de schrik van de Nederlandse bankenwereld. Jarenlang slaag het hem de doenst ontspringen, maar zijn thermische lans wist er op een verfijnde manier een soort kloezen te krijgen. AGM, wie een hele bekende man. Hij was bekend door de kluiskraken, maar gebruik van de thermische lans. Dat wie een soort buis en er zitten magnesiumstaven in en daar kwam dan zuurstof terug in. Dan kwam een ontsteking en dan kwam hij dwars door het beton en metaal koeder in komen. Bij die kraak van de NMB in Helmond, daar had er ik een groot bedrag, dus mijn naam. Veel mensen die ondanks hard werken niet aan de kost kunnen komen en toch maar doorzetten en niet naar die bank gaan midden in de nacht. Ja, dat kan ook niet iedereen gaan doen, hè? Ik moet om sommige van je antwoorden ook eigenlijk erg hard lachen. Het gevaar is natuurlijk dat door al deze publiciteit, en misschien door het boek, er wordt ook een film over je gemaakt, geloof ik, hè? Dat je tot een soort held verheven wordt. En dat mag natuurlijk ook niet. Gerard Ekdom's Maasprogramma op Radio 12 stuurt uit op het oude binnenplak van de jedere feestnis. Ik moet serious request via de live radio mooi Ekdom's Eetcafé uit het oude café De Bak. Het is enorm opgeknapt, ik herkende het helemaal niet meer terug. Want we waren 2 jaar geleden was hier het café, het restaurant zeg maar, en daarachter was De Bak. En in De Bak, daar stonden de bands op te treden. Daar hadden we toen Jet Rebel en daar hadden we de Tiny Little Pig Band en Will and the People. En dat is nu een soort van hal geworden waar je gewoon op weg bent naar je kamer. Dus ik heb dus in een van die kamers geslapen. Dat is erg grappig. In het oude café De Bak zit tegenwoordig vinylpasserij Deep Grooves. Het is een van de saffele bedrijven die tegenwoordig in de Blokjespoort vestigd is. Met geavanceerde apparatuur wordt Joodse muziek weer op vinyl vastgelegd. Voordat de plaat definitief geproduceerd wordt, wordt er van de klant eerst een proefexemplaar maken. En het was wel een flamboyante man. En hij hier dan wel het principe, het uitgangspunt, dat hij wil geen geweld gebruiken tegen mensen. Hij had natuurlijk wel hè, criminele daden hebben gepleegd. Hij had in zijn cel dus zitten. Hij is ook nog ontsnapt. Maar net voor lang. 4 maanden later wordt er op een nieuw pad. En hij heeft ook nog een boek geschreven later.
Dat was mijn nachten met de thermische lamp, zoiets dergelijks. En hij had ook nog een plaatje, een singeltje, heeft hij uitgebracht. Met de thermische lans ontsprong ik jarenlang de dans. Dat is algemeen. Voor de bank in de nacht stonden mijn maten op de wacht. Dat is algemeen. Er was geen deur meer bestand, was de schrik van het land. Waar ik nog niet ben geweest, en dat vind ik zelf wel interessant, want ik was vroeger bloemist, is het de Kerststukjes Clinic. En ja, je kunt hier dus je eigen kerststukje maken. Meneer, u bent lekker bezig, zie ik. Ja, ik ben lekker bezig. Het schiet al aardig op. Ik vind het echt een stukje wat ik vroeger, dit soort dingen maakte ik vroeger. Ja, ik heb het gezien. Oh, je hebt de clinic, heeft u gezien? Ik heb de clinic gezien. U heeft goed opgelet tijdens de clinic online, want dat ziet er fantastisch uit. De ballen hangen er leuk bij, een stukje huls erin. En, ik wil even hier. Hallo, mevrouw. Dag. Nee, ik zeg al mevrouw, ik ben heel beleefd. Ja, hoe vind je het gaan? Nou, wat vind jij ervan? Ik was zelf best wel trots, maar... Dit ziet er best leuk uit. Je moet je voorstellen, het is een kerststukje met een groot stuk coniferen groen erin. Een paar balletjes, een dennenappeltje. Ik vind het wel gezellig. Ik heb er vast gezeten. Ik heb mijn lesje geleerd. Dus, ik ben op een goede weg. Ik zit nog op het rechte pad.